FC Groningen oefende donderdagmiddag in het Duitse Wietmarschen tegen SC Verl, uitkomend op het derde niveau van Duitsland. In de voorbereiding in juli werd er ook al geoefend tegen deze tegenstander, toen verloor FC Groningen met 3-2. Het eerste gevaar komt van de Duitsers. De afgeslagen hoekschop komt hier voor de voeten van Mael Korbos, maar Bart van Hintem werkt de bal van de doellijn. Ook het schot daarna gaat over het doel van Peter Leeuwenburg. Dan neemt FC Groningen het initiatief in de wedstrijd. Fraaie actie van Cyril Engonge, maar het schot van Mo El Nkouri wordt geblokt door de verdediger. Dan is de aanval nog niet over. El Nkouri naar Iran Doest. Vervolgens komt de bal bij Damiel Dankerlui. Na een goede actie kan hij een voorzet geven en kan Michael de Leeuw koppen, maar zijn inzet wordt geblokt. Geen doelpunt van de jarige Michael de Leeuw. Na een half uur spelen neemt de FC een hoekschop. Bart van Hintem geeft de bal voor. Via Dammers komt de bal bij Mo El Nkouri. En uit de kluts komt hier de bal nog voor de voeten van Paulus Abraham. Maar zijn inzet gaat op miraculeuze wijze over het doel. Pech voor Abraham en FC Groningen. Laros Duarte opent het spel richting El Nkouri. De aanvoerder is al een aantal keer gevaarlijk geweest aan de linkerkant. Daar zijn de bekende scharen en wat een lekker schot. Mo El Nkouri brengt FC Groningen op voorsprong en dan is 0-1 tevens de ruststand. In de tweede helft krijgt Verl een vrije trap. De inzet is van Kotrel Ezekwem, maar de bal gaat uiteindelijk binnen via Mahir Saglik. Hij brengt de 1-1 op het scorebord en dan mag de sirene weer aan. Dan een mooi moment voor de 18-jarige Jens Graven uit de opleiding. Hij maakt zijn officieuze debuut voor FC Groningen en is hier nog dicht bij een treffer. Schraven maakt net als veel andere spelers van onder 21 minuten in de tweede helft. Met al de jongelingen in de ploeg gaat de FC nog op jacht naar een overwinning. Deze vrije trap van Mo El Nkouri levert een hoekschop op. Die wordt genomen door Luciano Valente. De afvallende bal is voor Bart van Hintem, maar zijn streep wordt gekeerd door de doelman. De routinier kan er zelf wel om lachen. Zo eindigt de oefenwedstrijd tussen SC Verl en FC Groningen in 1-1.